Dit deze eerste race op de 500 meter. En we gaan kijken naar de rit tussen Arie Loef, de Nederlandse kampioensprint, en Jan Ikema. Ikema start op de binnenbaan en ook hij is Nederlands kampioensprint. In een wedstrijd waarin beiden dezelfde tijd kregen. En toen zei Ikema tegen Loef, neem jij die gouden medaille maar, want ik heb er al tientallen in mijn kast liggen. Ikema is prima weg. Prima weg. Loef die moet hem toch al enige meters toegeven. En de 100 meter tijd voor Jan Ikema is 10.03. Aanzienlijk langzamer natuurlijk dan uit die Matadorenrit tussen Uwe Jens Maai en Nikos Jelisowski. Maar Ikema die doet het helemaal niet onaardig. Blijft hij in de been? Dat is natuurlijk even de vraag. Want Jan is altijd in voor een stunt. Altijd in voor een pirouette, een dubbele Rietberger of een Axel. Voorlopig blijft het heel goed gaan. Eén handje bij, één handje los. En nu met beide handen los. Terwijl Arie Loef hem redelijk volgt, gaan we op weg naar het eindpunt. 500 meter tijd voor Jan Ikema. Wat gaat die worden? 37.94. Arie Loef 38.55. Redelijke tijden, maar meer ook niet. Misschien dat het dan in de volgende rit gaat gebeuren.